Brittannië was reeds vir dae lank in 'n verloorstryd gewikkeld met die oorweldigende sterk Britse mag onder leiding van Lord Roberts. Vroeg die ochtend van 27 februari is die gevechte gestaak en het generaal Cronier ambtelijk aan Lord Roberts oorgegee. Vir hom was dit die eerste groot oorwinning van die oorlog en vir die boere die begin van die einde. Die boeregewere is verbrand en die manne is onder bewaking in 'n ooptroktrein gelaai en na Simonstad gestuur. Groot belangstelling het op die modderrivierstasie geheers met hul vertrek. In Kaap het baie van die vrystaters vir die eerste keer die see gesien, 'n ondervinding waarvan hulle in die volgende 3 jaar heeltemal genoeg sou kry. Na 'n paar weke is hulle op 'n groep oorvol transportskepe gelaai na hul ballingskap totdat die oorlog verby is. Op bestemming die ver afgeleë eilandtronk Sint Helena. Die eiland lê in die Suid-Atlantiese Oseaan wes van Afrika op die breedte ligging 16 grade suid en lengte ligging 50 grade wes. Dit is ongeveer 2700 km vanaf Kaapstad en is 120 vierkante kilometer groot. Dit is steeds vandag net bereikbaar per see en die enigste toeganklike plek is James Bay, wat lê na Jamestown, die enigste dorp op die eiland. Die eiland was eens 'n halwegstasie op 'n besige skeepsroete. Ongeveer 100 jaar gelede het daar bykans 1500 skepe per jaar aangedoen. Maar na die opening van die Suezkanaal in 1869 het slegs sowat 40 skepe per jaar daar aangedoen. Sint Helena is op 21 Mei 1502 ontdek deur die relatief onbekende Portugese seevader João de Nova Castela. Dit was op die dag van die herdenking van die geboorte van Helena, die moeder van heilige keizer Constantijn, en vandaar kry die eiland dan sy naam. Die eerste bewoner van die eiland was Fernando Lopez, 'n Portugese edelman wat vir sy aandeel in 'n muitery geskend is. Sy linkerhand se duim, sy regterhand, sy ore en sy neus is afgesny. Hy het die marteling oorleef en homself versteek aan boord van 'n skip wat op Sint Helena aangedoen het vir vars water. Hy is 30 jaar later in 1545 na 'n eensame bestaan in die vallei waar Jamestown vandag is, oorlede. Die eiland word beskou as een van die oudste vulkaniese formasies op die aarde. Die bekende skrywer Lawrence Green skryf die volgende daaroor: "This is perhaps the oldest landmass on the face of the globe. Darwin reveled in it." Na die slag van Waterloo, wat Napoleon se ryk finaal tot 'n val gebring het op 18 Junie 1815, het die Britse owerheid besluit om na die haas onbereikbare Sint Helena te verban. Hy het op 15 Oktober 1815 saam met 'n groep loyale offisiere daar aangekom en het sy intrek in Longwood House, wat oorspronklik vir die Britse goewerneur gebou is, geneem. So vroeg as 1817 het die verbande Franse leier reeds tekens van siekte begin toon. En op 5 Mei 1821 het hy sy laaste verstaanbare sinsnedes geuiter: "My God, my volk, my seun." Getrou aan sy laaste wens, is hy later in 1840 in Frankryk herbegrawe. Daar is geen hawe op die eiland nie. Skepe soos die RMS Sint Helena, wat hier aandoen, gooi anker in die nabye oop see, waarna passasiers en voorrade met motorbote na die kaai in James Bay geneem word. 'N gebeurtenis wat steeds groot belangstelling by die plaaslike gemeenskap wek. Vanaf James Bay, nadat 'n vasmeer fooi betaal is, betrek 'n mens deur die ou poort na Jamestown. Hierdie vallei was bekend as Chapel Valley, omdat die eerste kerk deur die Portugese hier gebou is van die hout van 'n gestrande skip. Vandag noem die eilanders dit James Valley. Daar is 4 strate in Jamestown en voertuie het elk net 'n nommer sonder kodes. As gevolg van die afgesonderheid van die eiland is daar feitlik geen toeristebedryf nie en maak 'n gemeenskapsaal en goeie biblioteek die middelpunt van die kulturele lewe uit. Die winkels dra feitlik net Britse en sommige Suid-Afrikaanse produkte. Die eiland het ongeveer 5000 inwoners, waarvan sowat 2000 in Jamestown woon. Die bevolking bestaan uit kontrakwerkers vir die radiostasie, Britse ambtenare en sakemanne wat werk aan langtermynprojekte. Verder is daar afstammelinge van die vroeë settelaars: Portugese, Hollanders, Maleiers, Chinese, swart mense uit Wes-Afrika wat afstam van die vroeë slawe
en schijnbaar zelfs een paar afstammelingen van die boerenkruisgevangenis wat hier achtergebleven het. Sint Helena wordt bestuurd door een Britse gouverneur. Hij is voorzitter van een wetgevende vergadering wat bestaan uit 12 leden wat in die kasteel gesetel is. Hier woont die gouverneur in zijn ambtelijke uniform die echt Britse ceremonie voor de jaarlijkse opening van die zitting van die Hooggeregshof bij. Die rechtsstelsel wordt bemand door een rechter, als ook een landros en een vrederechter. Die rechter inspecteert hier die troepen wat op precies diezelfde route marcheert als waar die boerenkruisgevangenis die dorp ingeleid is. Daar is een klein politiemag op die eiland, alhoewel misdaad bijzonder min voorkom. Nou en dan is daar een diefstal, maar van geweldsmisdaden is daar feitelijk geen sprake nie. Lawrence Green het geskryf, "Probably it's the only island in the world with a population running into the thousands, which can claim to have lived through more than a century with only one murder." Die geschiedenis van St. Helena het baie parallellen met die van Zuid-Afrika. Behalve dat ook die Portugese ontdekkers, is het een jaar voor Jan van Riebeeck in die Kaap aangekomen door die Hollanders geannexeer. Daarna is het voor die grootste gedeelte van 2 eeuwen door die Engelse Oost-Indische maatschappij bestuur en het het, net soos die Kaap, gedien as een halwegstasie vir vars voorrade. Maar die parallelle loop verder als dit. In hierdie baai het die boerenkruisgevangenis in april 1900 voet aan wal gesit. Die transportschepen het anker gegooid in die baai en vrachte boeren is met roeiboten naar die kaai geroeid. Generaal Cronier en zijn vrouw het met die Dorris daar aangekomen. Het is opvallend vanuit die oude foto's hoe min die dorp veranderde. In die memoirs van generaal Ben Viljoen beskryf hy sy eerste indrukke van die eiland. Wij keken vast tegen dode kale rotswanden. Geen groen of levend voorwerp was zichtbaar. Een minder aantrekkelijk gezicht had ik nog nooit gezien. Dit zal ons levend graf zijn. In die records van die Baptistenkerk op die eiland kan die inschrijving op die eerste bladzij van 1900 bij die maand april nog gezien worden. Today, General Cronier and his wife and members of staff were the first Boer prisoners of war that arrived amongst great excitement. They were taken to Kent Cottage to live. Generaal Cronier en zijn tamelijk formidabele vrouw Tante Johanna het hulle in Kent Cottage gevestigd waar hulle in relatieve gerief zou woon. Vandaag lijkt Kent Cottage nog amper precies diezelfde als in daardie dag. Het is amper alsof tijd hier stilgestaan het op die stoep waar die generaal dikwijls gesit het. Net een enkele laar af bij die Observatory of Leatherhill vindt de mens zeker die bekendste landmerk van St. Helena, een Jacobsleer wat reeds vanaf ver in die see zichtbaar is. Hierdie 699 trappen is gebouwd door de Royal Engineers in 1829 en was verlangd die enigste manier om boe op die 200 meter hoge berg te komen. Voordat die trappen gebouwd is, moest een mens met een touwleer boontoe klim, maar vandaag is daar een nou teerpaadjie waarmee je tot boe kan rijden. Die trappen wordt echter nog gereeld gebruikt en kinders het tot onlangs nog graag in die stijlrelings afgeglijd. Die eilanders zei, "You break your heart going up and your neck going down." Die zwak toestand van die reling maakt hierdie speelietjie vandaag echter onmoontlik. In die tenoorgestelde richting van Leatherhill, sowat 8 kilometer buiten Jamestown, op met die hoogte, en voorbij die hartvormige waterval lee Longwood, ook algemeen bekend als Napoleon's huis. Hier wapper die Franse driekleur nog op een vlagpaal. Die Franse regering verzorgt inderdaad nog die huis.
ook Longwood het verbazend min verander in die afgelopen eeuw en een half. Die muren is bijvoorbeeld nog steeds diezelfde modderrooi geverf. Binnen vindt de mens nog heel wat van Napoleonse bezittings en van die meubels waarmee die huis in sy tijd gemeubileerd was. Een snoekertafel, een familiewapen en sy sterfbed. In Rupertvallei onder die lovergroen bome lê ook steeds sy eensame eilandgraf. Geen grafsteen met 'n naam daarop nie, slechts die woorde Sigit, oftewel hier lê. Ry jy mens met die pad vanaf Longwood, kom jy by die gebied wat bekend staan as Deadwood. Dit was die terrein waarop die eerste van twee boerekruisgevangene kampe ingerig is vir 3200 man. Generaal Viljoen beskryf dit as volg. Deadwood Camp, een grote legerplaats met barakken en tenten die op tamelijk kale vlakte in de nabijheid van Longwood werd ingerig. Krijgsgevangenis is 12-12 met een grondzeil en twee kombersen in een tent geplaatst. Als gevolg van die beknoptheid en die weersomstandighede was die leven op Deadwood ondraaglijk. Huikies gemaakt van boeliebiefblikke, wat herinner aan plakkershuise, het aanleiding gegeven door die naam Blikkiesdorp. Die heere Schultz en Malarbe het een winkel gevestig. Daar was een bakkerij en een schoenmakerswinkel. Benevens skole is een sondagskool gestig deur die nutsorganisatie vir die kinders. Speelgoed is vir hulle gemaak uit hout en sportdae is gereël met items soos aflos en hoogspring. Theatergroepe het gereelde opvoerings gehou om vooral speciale geleenthede te vier, soos die opening van 'n nuwe besigheid. Partykeer met tableaus wat die politieke stryd weergee. Of ter herdenking van die verjaardag van koningin Wilhelmina van Nederland. Hierdie opvoerings is deur almal met groot geesdrift bygewoon. Muziek maak was 'n geliefkoosde tydverdryf. En orkeste soos hierdie blaasorkes, of soos die snaarinstrumente van die lekker seksie, is gevorm. Maar by verre die grootste tydverdryf was die maak van kunstvoorwerpe. Met primitieve handgemaakte implemente en draaibanke, wat deur windmule aangedryf was, is fyn aandenkings met groot vakmanskap vervaardig, wat met die tyd ontwikkel het in 'n volskaalse bedryf. Uitstallings is gehou waarop die kunstwerpe verkoop is. Omdat die boereoorlog sulke groot nuus was oor die hele wêreld, het hierdie voorwerpe baie gesogte artikels in Europa en Amerika geword en het so een van die grootste uitvoerprodukte van Sint Helena geword. Enige denkbare voorwerp is vervaardig. Kiries, snuifdose, poeierdose, servetringe, gitare en viole. In die Anglo-Boereoorlog Museum op Bloemfontein is daar een groot hoeveelheid van hierdie artikels te sien. Ook artikels wat gemaakt is uit walvisbeen. Volgens de geskrifte van ene Christian Kortse, het een paar boere wat op parool, oftewel een pas om die kamp te verlaat was, op die geraamte van een walvis afgekom, en het hierdie fonds weer nieuwe leven in die boerefabrieke, soos hy dit noem, geblaas. Net langs die politiekantoor op die eiland is vandag nog 'n plaaslike kunstvleitwinkeltjie. En het is steeds 'n industrie
wat verantwoordelijk is voor zowat 10% van die eilandse uitvoeren. Van nijverheid en industrie is daar op die eiland vandaag niet veel sprake nie. Pasmeervooien en visserij is die eilandse grootste bron van inkomsten. Tunavis wordt een relatief klein hoeveelhede daar gevang, gevries en uitgevoerd. Slechts 1/3 van die oppervlak is vruchtbaar of bewerkbaar. En behalve die klein beetje groenteverbouwing is het vooral bees- en skaapboerderij wat zorgt voor een landbouwbedrijf. 50% van alle invoeren is uit Brittannië en 44% uit Zuid-Afrika. Terwijl 78% van uitvoeren naar Brittannië en 22% naar Zuid-Afrika is. Zonder zijn jaarlijkse subsidie van die Britse regering zou die eiland net niet kon oorleef nie. Op hierdie omgeploegde land was die tweede van die boerenkruisgevangenenkampen, Broad Bottom, gelee, waar 2300 man, vooral vrystaters, aangehou is. Die gouverneur van daardie dag, Ina Sterndale, beskryf die kamp soos volg in sy dagboek. Broad Bottom lies more in a hollow, the soil is more clayey than deadwood, and the climate more humid, but the water supply is good, and the prisoners are in good health. Ook hier was die tente beknopt, en het die boeren met pakdonkies hout uit die bergen gebring en dan houtconstructies aan elkaar getimmer, wat vooral met lap bedek is. En so het Broadbottomse Lappiesdorp ontstaan. Tente is gereeld afgebreek, zodat die grond kon droog word. En dan is die bedde goed geslaan om die vlooien en luister daaruit te krijgen. Die gevangenis het beurte gemaakt om water te tap en kleren te was. Om geblikte proviant te ontvang en vars vlees te gaan halen. Beurte is ook gemaakt om maaltijden voor te bereiden. Braaivlees was altijd de gunsteling, alhoewel sommigen beweer dat die pannenkoekwinkels die beste zaken gedoen het. Fotografen het groot aftrek gekry en die sogenaamde afnemerij het een florerende ondernemings ontwikkel. Dominees Lou en De Vos, wat vrijwilliglik na St. Helena gekom het, het die woord met groot toewijding bedien en daar was nooit genoeg plek in die kerk wat deur die boere opgerig is nie. Sowat 90% van die huidige inwoners van St. Helena behoort aan die Anglikaanse kerk. Predikers vir die kleiner denominaties word op gereelde basis van Brittannië en Suid-Afrika ingevoer. Die Baptiste gemeente aanbid steeds in diezelfde kerkie as in die tyd van Napoleon. Daar is verskeie hoër en laar skole op die eiland en die poskantoor verkoop Sint-Heleniaanse seels wat een gesochte item is vir versamelaars wêreldwyd. Dieselfde gebouw is gebruik om die boere se pos vanaf Suid-Afrika te sorteer en te sensor. Die posman met sy possak is op hierdie foto duidelik sigbaar. Pos van die huis af het vertel van die dood van geliefdes, die afbrand van plase en die verlies van vee. Zodat autobiografen vandaag samenstem dat postdag voor die boerenkruisgevangenis die zwaarste van al hun zwaarkrij was. St. Helena het sy eie radiostasie, wat sorg vir plaaslike communicatie, terwijl die meteorologische stasie weersomstandighede van die eiland en omliggende seegebiede aan die rest van die wereld communikeer. Een kwekerij kweek plaaslike planten, maar ook hier is daar duidelijke sporen van Zuid-Afrikaanse invloed te bespeur. Cricket is die gunsteling sportsoort van die eiland. En uitstekende sportfaciliteiten zorgen voor goed georganiseerde beoefening van die sport. Aangezien daar niet eindelijk makkelijk bereikbare stranden om die eiland is nie,
is die eilanders aangewezen op zwemplekken vanaf rotsen of sommer van alle boten af. St. Helena had ook zijn Sandy Bay, wat gelegen onder die bekende rotsformatie wat bekend staan als Lot en zijn vrouw. Hier is het op een kaart aangetekend door die bekende schilder Erich Meyer, wat een kleurvolle karakter op die eiland was. Nog een interessante boerenkarakter was die flamboyante en hoogstbegaafde generaal Ben Viljoen, wat ook in zijn eigen huis op die eiland aangehou is. Dan was dat die Russische prins Georgievich, die Scandinavische korps, die Hollandse korps. En op hierdie foto verschijnen al vertegenwoordigers van 14 nationaliteiten. Generaal Cronier het op verzoek van zijn zwarte bediendes naar die eiland gebring, wie vrijelijk kon rondbewegen. Krijgsgevangenes kon slechts met speciale passen die kampen verlaat om bijvoorbeeld in Jamestown te gaan werken. Partij het onsuccesvol probeer om te ontsnappen en is als straf in die High Knoll gevangenis op die eiland aangehou. High Knoll is goed bewaakt, maar boeren het steeds recht gekregen om te ontsnappen, net om hulle self daarna maar weer oor te geven. Commandant J. Smoerenburg het waarschijnlijk die meest oorspronkelijke plan beraam om te ontsnappen. Hij het hom in een kus versteek, waar een aandenkings verskeep zou worden. In die ruim van die skip het hy s'nachts uitgeklim om sy litte te rek. Een kelner het die spook gewaar en die verstekeling is kort voor Madeira ontdek en naar die eiland teruggestuurd, waar hij in High Knoll aangehou is. Die kus waarin hij ontsnap het, is vandaag in die Africana Museum in Johannesburg te zien. Het was duidelijk dat ontsnappings vanaf St. Helena nooit werkelijk geslaagd zou kon wees voor enige grootgetalle gevangenis nie. En het is juist daarom dat die eiland zo geweldig effectief was als een gevangenis. Volgens die schrijver H. de Graaf was die boerense bewegingsvrijheid totaal aan banden geleid. Het is afgehoopt die rijen doringdraden wat een paar treden van elkaar verwijder was. Op verskeie plekken, na bij die draad, was daar waarschuwingstekens aangebring wat enige persoon, waar het tussen die draden waag, met die dood dreig. So is die jong Theodor Godfroy eenmiddag door een Britse wacht doodgeskiet. Sy lijk is door ontstelde boeren na sy vader sy tent gedra. Sommige skrywers meen dat hy onmondelik skuldig gemaakt het aan die speletjie van die seuns om die wachte met klippe te gooi. Gebeure soos die het gemoedere hoog laat loop. Party boere is in die hospitaal oorlede, soms na bewering vanweer gebrekkige medische behandeling. Langs die paaikie naar die Baptistekerk het die krijgsgevangenes een stukje grond in die steile helling verkry om hulle ontslapenis te begraven. Die afdrand is so skuins dat die een graf omtrent 2 voet hoër lê as die een langsom. Daar het die boere dikwijls in groepies in die skuinste gestaan, Bijbel gelees, gebid en die kus laat sak in die graf. So is 146 burgers in die 2 kampen begraven. Terugkerende gevangenis het onsuccesvol vertoe gerig dat hierdie burgers in Suid-Afrika herbegraven moet worden. Dit zou in een sin die kringloop van die oorlog voltooi. In 1913 is hierdie gedenknaald door die Unie-regering hier opgerig. Die nuus van die ondertekening van die Vredesverdrag bij Vereniging op 31 mei 1902 het St. Helena per kabelgram bereik. Eerst die boeren vermoed dat het een set van die Engelsen was om beter samenwerking te verkrijgen. Maar 10 juli het die eerste skepe aangekom om vragte mense na Suid-Afrika terug te nemen. En is die nuus met droefheid eerder as blijdskap aanvaar. Heel wat boere het geweier om die verplichte eed van getrouheid aan Brittanje af te lê en het teruggekeer na hul kampe. Teen augustus het die Britse soldaten begin haastig word en is die laatste skepe weggestuur, sonder dat die passagiers die eed afgelê het. Generaal Cronier se vrou Johanna, wat samen met hom op St. Helena aangehou is, is kort na haar aankomst in Suid-Afrika oorlede. Die generaal zelf is uiteindelijk samen met generaal Viljoen naar Amerika, waar hij weer getrouwd is. Daar het die 2 een soort circusvertoning genaamd The Stupendous Boer War Spectacle aangebied per eie financiële gewin. Die vertoning het na bewering goed geld gemaakt. Ons moet toch eet, het generaal Cronier homself verontschuldig. Critici en vorige collega's het die onderneming als een bespotting gezien. Generaal Viljoen het om later in New Mexico gevestigd en als leidersfiguur politieke onderhandelingen namens de Mexicaanse president Francisco Madero
van wie hij een vertrouweling was, behartig. Hij is daar overleden. Generaal Cronier is terug in Zuid-Afrika in relatieve onbekendheid overleden, maar is nooit vergeven voor zijn aandeel in die vercommercialisering van zijn volkse zwaarkrijging.